graag op de fiets, maar de fiets niet kunnen betalen. Het fietsenproject Met een fiets doe je mee gaat de strijd aan tegen fietsarmoede in Nijmegen. Tweedehands fietsen worden ingezameld, opgeknapt door vrijwilligers en uitgegeven aan mensen met een maatschappelijk kwetsbare positie. Het Huis van Compassie is vorig jaar begonnen met dit project. Samen met vrijwilligers hebben zij hard gewerkt om maar liefst 500 fietsen te verzamelen, op te knappen en vandaag is de dag dat er fietsen worden opgehaald. Ja, het is heel gek, want je denkt Nederland is echt een fietsland, iedereen heeft een fiets. Maar er zijn toch heel veel mensen in Nijmegen ook die nog gewoon geen fiets hebben en dus ook niet heel mobiel zijn. En die kunnen geen fiets kopen. Die hebben gewoon het financiële middelen niet om een fiets te kopen. En door hier een fiets te kunnen krijgen, hebben ze toch de mogelijkheid om boodschappen te doen, naar de school toe te gaan. Naar hun werk toe te gaan, naar taalklassen en dergelijke. Dus het helpt gewoon echt mee om te participeren in de samenleving. Een van de mensen die graag een fiets wil om te participeren in de samenleving is Ronald. En vandaag mocht hij zijn fiets ophalen. I'm very happy. It's a strong bike and it's very fast. I'm a refugee from Uganda and I live here in the Nijmegen. The bike is very useful for me to move around, to get to know about the activities that are happening, and I come back to the Hazasi and I inform the people, mobilize them and encourage them to attend those activities. Vrijwilliger Agayan weet hoe moeilijk het is om je weg te vinden in een nog onbekende maatschappij. Maar nu repareert hij fietsen om anderen te helpen. Ja, het is belangrijk, dus ben ik zelf gevraagd om de vrijwilliger te werken. Het is belangrijk voor mij. Ik ben zelf 30 jaar geleden naar Nederland gekomen en ik was ook zelf asiel. Ik ben al lang geleefd in het asielcentrum, dus ik begrijp de mensen heel erg goed. Daarom wil ik gewoon graag andere mensen helpen.